Je krijgt spontaan bloemen opgestuurd en knuffels opgestuurd en managementboeken opgestuurd. En ga zo nog maar even door. Toen Ubink vorige week, op 1 april, liet weten dat hij ermee stopt, dachten veel mensen dat hij een geintje uithaalde. Er waren echt mensen in verwarring. Uh, ik kreeg ook mailtjes en, en sms'jes van, hé uh, hey Hans, goede grap. Het was ook een geniale grap geweest. Uh, he, zeg maar, als je, misschien niet goed voor je merk, maar wel, wel eentje om, om hard om te lachen. Je loopt, ja. je doet hem uit. Een groot deel van zijn vaste klanten ging in korte tijd failliet. En dat zorgde ook bij de ontwerper voor financiële problemen. Een van de redenen om, om, om nu te stoppen met de huidige activiteiten is dat we uh, dat netjes en schoon kunnen doen. Zodat je ook weer, uh, mocht je weer een idee hebben over hoe het wel kan of hoe het beter kan, uh, terug kan komen uh, bij iedereen met wie je gewerkt hebt en met iedereen met wie je gewerkt hebt uh, uh, weer zaken kan gaan doen. Hans Ubink werkt nu nog aan zijn laatste collectie. Die ligt dan in het najaar in de winkel. Maar voor wie denkt dat de ontwerper straks definitief uit de picture is. Ik ben nog te ambitieus en heb te veel ideeën om, uh, om onder een palmboom te gaan hangen. Een paar weken lijkt me wel lekker, maar daarna moet er weer wat gebeuren. Ga je nog wat terugzien? Ja, ik heb geen idee in welke hoedanigheid, maar je gaat me zeker terugzien.